Kunnen klassieke muzici en jazzmuzici wel door één deur? Welkom bij Podium Witteman. Jazzpianist en componist Rembrandt Frericks schreef zijn allereerste pianoconcert voor de klassieke muzici van het Concertgebouworkest. En die samenwerking liep niet altijd op rolletjes, daar horen we straks alles over, maar het leverde wel een prachtig stuk op. Pianist en componist Rembrandt Frericks, jazzpianist, zeg ik toch goed, hè? Nou, pianist, componist. Oké. Je gaat muzikaal geen uitdaging aan, dat hoort wel. Zo schreef hij een opdracht van de muzici van het Concertgebouworkest, zijn allereerste pianoconcert. En hierin brengt hij de twee disciplines samen, die van de jazz en van de klassieke muziek. En bij mij aan tafel zijn die twee werelden dan ook vertegenwoordigd. Links van mij Dominique Zelders, contrabassist. U kent hem wel van de televisie. En daarachter is violist Mark Daniel van Biemen. En rechts van mij is natuurlijk Rembrandt Frericks zelf. Hartelijk welkom. Dankjewel. Nou, we kennen ons repertoire een beetje. Mozart heeft aardig wat pianoconcerten geschreven. Tchaikovsky, Rachmaninoff, noem maar op. Wat kan Rembrandt Frericks daar nog aan toevoegen? Ja, dan zou ik niet zozeer wat ik wil per se iets toevoegen aan die traditie, als wel in de klassieke muziek terugbrengen wat destijds gebruikelijk was. Als je aan Mozart of Beethoven destijds had gevraagd wat voor muziek componeerde hij, had hij zeker niet gezegd klassieke muziek. Dat klinkt nu natuurlijk raar, ja. Maar dat was natuurlijk... Maar hij had ook niet gezegd jazzpianist. Nee, jazz bestond niet. Nee. Maar het proces is wel hetzelfde. Wat in de jazz gebruikelijker is, dat weten mensen wel eens, dat je natuurlijk zelf improviseert en op het moment zelf de muziek pas gestalte geeft. Mm-hmm. En daar weten we wel van, dat Mozart en Beethoven, als zij hun pianoconcerten componeerden, en zij waren zelf zowel de pianist als de componist, die rol heb ik nu ook, dat ze op het allerlaatste moment dan nog even schets te maken van, oh ja, wat ga ik zelf eigenlijk spelen? Want ze hebben natuurlijk alles verzonnen voor de strijkers. Dat geldt in mijn geval ook. Je hebt alles zelf verzonnen. En die traditie wil ik graag weer herintroduceren. Dat de pianist op het podium dat zelf wat maken is op het moment zelf. Ja. Je wijst naar Dominique. Die heeft al regelmatig met je gespeeld. Mm-hmm. Wat is hij voor componist? The thing is trying to understand Rembrandt's brain, which is simply bigger and better than most. It's quite complicated in Rembrandt world. And we like things to be written down and very clear. But when working with Rembrandt, it's not necessarily always like that. So the rehearsal process is actually really... I mean, Rembrandt and Vincent are both used to improvising, and we're not. Me and the Alma boys. So it's this meeting of these two worlds which actually has created something entirely unique, which I think probably only we can get away with now, because only Rembrandt can play his own piano concerto. But because it also changes, right? You keep playing something different every time. So whenever we think we are ready, or ik zal misschien het Nederlands verder praten, als wij eenmaal denken, oh, we weten nu wat hij gaat doen, ja. Dan komt hij ineens met iets heel anders. En dan is Vince er ook nog eens die totaal op hem inspeelt. Dus wij zijn dan eigenlijk een beetje verbaasd. De slagwerker is dat, hè? Ja, ja. Maar hoe gaat dat dan in zo'n repetitie? Dus jullie werken naar een punt toe dat je zegt van nu kunnen we het gaan uitvoeren? Nou ja, dat is dus de grap, want wij kregen dus partijen van Rembrandt. Wij dachten, oké, wij zijn natuurlijk een luxe positie gewend, dat we gewoon, als wat jij ook zegt, we krijgen partijen, dan is het klaar. En dan wordt er niet meer aan gesleuteld. Maar wij kregen partijen die eigenlijk misschien, wat zal het zijn, 70-80% klaar waren. En wij keken naar die partijen en we dachten, ja, dit voelt niet echt goed. Maar ja, wat gaan we zeggen? Gaan we tegen Rembrandt zeggen, hey, Het voelt niet zo goed. Voelt niet zo goed. Nee, we wilden de samenwerking wel leuk houden. Maar en dan uiteindelijk, dus inderdaad, kwam die met nieuwe partijen. En naarmate het proces dus verder gaat, wordt het voor ons ook duidelijk. En ontstaan echt magische dingen op het podium. Ja, maar er zijn dus in die repetitietijd, zal ik maar zeggen, dat heeft al een paar maanden geduurd, geloof ik, zijn wel merkwaardige confrontaties met jullie aangegaan. Want ja, jij kijkt zoals je naar Mahler partituur kijkt. Die noten moet je spelen en als het een beetje... Do you want to answer this question? No, Okay. This is what it's like working with these people. It's just, you've just got to be on the tops of your feet at all times, just making sure that you're aware of what's going on. And this is why we don't actually know what we're about to play. That's the reality, because it could change at any moment. And that's the beauty of working with Rembrandt. En hoe gaat dat in zijn praktijk? Heb je dan een schaduwpartituur? Nou, ik was natuurlijk de enige, wat Mark Daniel zegt, is leuk, op de première die we op Oranjewoud hebben gespeeld. Dacht ik ook, nou echt 20 seconden voordat we begonnen, zei ik nog tegen Mark Daniel, let erop. Als jij nu in je partij hebt staan één maat, en daar staat dan Rembrandt speelt hier iets. Ja. Dat ziet voor hem uit als zijnde één maat. Maar ik wist, dat gaat natuurlijk minutenlang door.
Want ik ga nu becommentariëren. Dat maakt zich een soort ongeduld van de pensemeester. Nou ja, ze wisten echt niet hoe het ging klinken. Nee. Volgens mij, toen we het voor de eerste keer echt live hebben gespeeld, toen kwamen we van het podium af en toen zag ik bij hun, maar dit bedoelt hij met op het moment zelf die muziek pas maken. Ja. En toen had ik het gevoel van, nu zijn we op dezelfde pagina beland, maar ik speelde iedere keer alsnog weer wat anders. Ja, en ik heb vanmiddag gehoord bij repetitie, dat gedeelte dat je alleen speelt is nogal metrisch, nogal ritmisch, nogal jazzy, zal ik maar zeggen. Dus om het even duidelijk te maken, ga ik even naar mijn collega Mike Baudet om hem de vraag te stellen, want hij heeft het ook gehoord. Heb je een microfoon, Mike? Ja, volgens mij wel, ja. Jazzmuziek en klassieke muziek, is dat nou iets wat je eigenlijk uit elkaar moet houden en af en toe speelt de een dit en de ander dat? Of kun je het vermengen zoals hij doet? Ja, nee, dat is juist heel interessant om te vermengen. Ik zou zeggen, je kan van elkaar ontzettend veel leren. De jazzers die kunnen leren dat heel veel noten soms niet de oplossing is. En dat je beter één goed getimede rake noot kan spelen. En de klassiekers die kunnen wat minder anaal gaan doen over al die nootjes. He? Maar om het te bewijzen, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Maar dat is wel grappig inderdaad, want wij moesten bijvoorbeeld wennen. Want juist omdat jij dus soms andere dingen speelt, zijn wij misschien niet helemaal ready op het moment dat we hadden weer hierin moeten zetten. En dan komt het niet helemaal samen. Of de bijvoorbeeld de tempi die jij schrijft, die zijn bijna onmogelijk om alle noten te raken. Voor ons klassieke muzici is dat ongelooflijk frustrerend dat we gewoon niet die noten kunnen raken. Ja. Maar voor jazz maakt het helemaal niet uit, want het klinkt toch wel met z'n allen. Nou, je merkt het, je krijgt van de mensen ook wat terug. Ja, en ook voor jou, want je geeft me nu een uitdaging. Want je zegt in dat solo piano dingetje speelde iets in time. Ga ik nu dus niet doen. Om even ook te laten zien aan jou dat je er zelf bij zit. Dit is dus mijn invloed op het pianoconcert van Rembrandt Zwering. Kijk, dat hebben we nodig. Maar goed, is het eigenlijk elke keer dus een ander stuk? Ja, en daarmee vind ik, zijn we het weer terug. Want dat vind ik wel een belangrijk element. Want zo ben ik aan deze compositieopdracht begonnen. Weer terug bij de klassieke muziek. Omdat dat idee, hè, we hebben het nu over labels. Label je dat jazz of label je hem als klassiek muzikus? Zijn er allemaal jongens, zijn er klassieke muzici? Volgens mij is dat het gesprek niet. Want van Schubert weten we ook, er ging soms een maat af, er ging soms een maat bij. En dat voorbeeld wat ik net geef van Mozart. Dan uiteindelijk is er een pianopartij gekomen, omdat de uitgever zei, ja, we moeten dit uitgeven om geld mee te verdienen. Ja. Dus schrijf in godsnaam iets op. Leuk dat je steeds iets anders verzint. Voor het publiek is dat natuurlijk heerlijk, dat die iedere avond iets anders zien. Maar we moeten het opschrijven. Ja, dus op de duur waren er natuurlijk voor Mozart concerten ook wel andere pianisten te vinden die dat speelden. Jij bent denk ik de enige die dit kan spelen. Nou, daar was Dominic heel slim in dat hij in het beginstadium dat al met mij een voorsmeel insprak. Ja. Ik kan me nog herinneren dat Dominic zei, heel leuk wat je doet. Maar als een daadwerkelijk klassiek pianist jouw pianoopzet uit wil voeren, dan moet er wel een partij komen. Ja. Dus ik denk wat ik nu ga doen, is dat we, er komen nog concerten aan. In april in Tivoli Vredenburg spelen we echt de première. Ik denk dat ik een keer gewoon laat uitschrijven wat ik zelf gespeeld heb op zo'n avond. Dat er in ieder geval een partij is voor klassieke spelers. Wat is het voor stuk, muzikaal gesproken? It's a little bit of everything. I mean, emotionally for us, it's extremely exciting. This has been, dare I say it, an incredible journey to get to this place, and you're about to hear some bits of exquisite beauty. Really, really up there with some of the best classical writing I've ever heard. En noemen ze een componist waar het in de buurt ligt? It's him. It is every note is genuinely just him. And then there are other bits that I don't get at all, but I'm very happy to play. and that's the beauty of it. There is something for everybody in this piece. It's really great. It's a great privilege to play. We krijgen straks een unieke uitvoering. Zeker. Nou, dan wil ik jullie vragen om vast naar het podium te gaan. Dankjewel. We gaan luisteren naar Rembrandt Frericks, het Alma Quartet, Dominic Seldes en Vincent Planjer met het tweede deel uit het pianoconcert getiteld A Wind Invisible Sweeps Us Through the World.